Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Waarmee verbrand je meer calorieën? 20 minuten springen of 20 minuten rennen? Zeg het maar! Allebei 160 kilocalorieën, dus evenveel. Maar wat is leuker? Ik weet het wel, ik ga lekker springen. Hartelijk welkom vanuit het Portal Action House hier in Zevenum voor een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Straks de challenge, dadelijk het kerngezonde nieuws, maar natuurlijk ga ik nog even door met springen. Hoppa! Onze topsporters gingen ontbijten op verschillende scholen. De Belgische tophandballer Ime Bertels van BVOAC had het druk. Op basisschool De Leerlings in Halen en op basisschool De Mussenberg in Horn vertelde hij over de kracht van het ontbijt en zette hij samen met onze Ricardo alles in beweging. Op basisschool De Mussenberg in Horn kwam ook wethouder Arno Walraven van Leudal met wijze raad over gezond leven na zijn eigen ziekte. De toekomst van de jeugd in Horn lijkt heel gezond. Maar ook in Roggel was het een feest ter herkenning. Topwielrenner Roy Curvers en wethouder Stan Bakkers van Leudal kwamen ontbijten en een gezonde start geven aan ons kerngezond traject. Welke smoothie ga je fietsen? Ik liefst de mix van banaan, aardbei en bosbes. Complete mix, beetje yoghurt erbij. We gaan hem voor je maken. Nou Evert, je mag fietsen. Ik denk dat je er bijna bent, ja. Super. Proost. Smaakt altijd net iets lekker als je hem zelf gemaakt hebt, hè? Zo, heerlijk. Zelf gefietst. Deze is echt lekker, hoor. Terwijl je de smoothie drinkt, hebben we een paar vragen. Wat is je favoriete topsporter, Evert? Rafael Nadal. Waarom? Wat spreekt je zo aan in hem? Ja, ik hou van tennis en ik vind hem gewoon een beest. Gewoon hoe hij presteert en zo'n leeftijd en nog zo presteren. En gewoon een vechter, een machine. Je tennis zelf ook? Ja, als ik maak er wel eens tijd voor. En ik vind het leuk om te doen. Ja. Wat was je favoriete vak op de basisschool? Gym. Maar buiten gym, want dat zegt iedereen dan. Rekenen. Op jou kunnen ze ook altijd tellen, hè? Ken je het clublied van VVV? Ja, grotendeels wel. Hoe begint dat? Eerste twee zinnen misschien even zingen? Alles is VVV, de koel, de club, de kleuren, heel Raangod G, toch? Ja. Ja, super. Ja, kent wel. Evert, ben je er klaar voor? Ja. FC Kerngezond, zoveel mogelijk goede antwoorden geven op onze sportvragen binnen een halve minuut. De tijd loopt. Welke bekendheid was tussen 1981 en 1990 voorzitter van VVV? Pas. Hoeveel toeschouwers passen ongeveer in de koel? 8000. Waar vindt het WK voetbal 2022 plaats? Qatar. Hoe heet de assistent van een golfer? Assistent van een golfer? Ja. Geen idee. Dat mannetje wat met hem meeloopt. Weet niet. Welke sport wordt als laatste gedaan bij een triathlon?
fietsen. Evert Lintors van VVV Venlo was de eerste topsporter op de smoothiefiets in FC Kerngezond en staat dus uiteraard aan kop met twee goede antwoorden na 16,2 seconden. Volgende keer is het de beurt aan tophandballer Niek Jordes van BVOAC. Wie is jouw favoriete topsporter eigenlijk? Ik heb vroeger altijd opgekeken richting Toon Leenders vooral. Ook om mijn positie. Dan blijf je in het handbal. Voorganger bij Bevo eigenlijk voor jou. Nog samen meegespeeld. Dit seizoen ook weer met regelmaat onze Wat is waar quiz over duurzaamheid. In kindertaal, de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. De stelling, alleen op een onbewolkte dag kan men profiteren van zonne-energie. Is dit A waar of is dit B niet waar? Stuur je goede antwoord samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar info@wijzijnkerngezond.nl. En wil je meer duurzame quizvragen spelen? Ga dan naar www.watiswaarquiz.nl. En onder de goede inzendingen verloten wij wederom een winnaar die aan het einde van dit schooljaar uitgenodigd wordt voor een kerngezond uitje. In onze volgende uitzending weer de Scholen Challenge. Dit keer vanaf basisschool De Bongert in Nederweert. En onze vlogger Sue gaat op avontuur in het bos. Kijk, dit is een steile berg. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Volg ons ook op social media en dan zou ik zeggen... Tot volgende week, tot een nieuwe Kerngezond TV. Maar niet voordat ik heb gezegd, fijne nacht, ik duik er alvast in. 1, 2, woehoe! Kerngezond TV is powered by Sikon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.